Jackie, gefeliciteerd weer. Dat was wel weer een mooie wedstrijd volgens mij. Ja, het was best een pittige wedstrijd, maar we hadden het vrij goed onder controle, vond ik. Dus ja, ik ben hartstikke tevreden. In de groepsfase werd het eigenlijk steeds iets lastiger, leek het. Vandaag was het best wel overtuigend. Ja, ik vond eerlijk gezegd dat we alle drie de wedstrijden overtuigend hebben gewonnen, alleen op een andere manier. Dus ja, voor mij zijn drie punten drie punten. En ik vind dat we tegen België ook op momenten goed voetbal hebben laten zien. Dat het een ander soort wedstrijd is normaal, want zij moesten alles op alles en wij niet. En hier bij deze wedstrijden is het gewoon alles weer open, want ja, het is erop of ronde, dus, en dat geldt voor allebei. Dus daarom krijg je ook weer wat anders voetbal. Ja, wat was vandaag de sleutel tot succes? Nou, gewoon het hele team denk ik, want we hebben echt van voor tot achter gewerkt. We hebben goed druk kunnen zetten op hun verdediging en hun spelen wat meer met de lange bal. Dus als we die eruit kregen, dan waren we vrij gevaarlijk ook in de counter. En ja, ik denk dat we het goed hebben gedaan vandaag. Ja, jij ook weer meer dan verdienstelijk volgens mij. Ik las net een statistiekje dat jij als enige speelster op het veld meer ballen heeft veroverd dan ingeleverd. Oh, ja, ik moet weer mijn telefoon erbij gaan pakken, want ik zie die dingen altijd pas later. Dus, maar ja, dat moet ook wel als middenvelder, toch? Ja, zeker. Besef je wel een beetje dat je jezelf echt voor het grote voetbalpubliek in Nederland in de kijker aan het spelen bent? Nou, ik ben gewoon lekker aan het voetballen en ben met het team aan het werken. En ja, ik geniet er ontzettend van. En ja, ik kan gewoon niet wachten op de volgende wedstrijd. Dus het is op het moment alleen maar genieten. Dus, en dan de rest, dat zie ik later wel, ja. Ja, gaat de EK-droom misschien wel werkelijkheid worden? Dat weet ik nog niet. Moeten we even zien. Daar ga ik vanaf morgen over nadenken. Vandaag ga ik even genieten. Ja, vandaag toch een bijzonder moment voor Viviane Miedema, die na 7 wedstrijden zonder doelpunt op een eindtoernooi haar eerste goal maakt. Dat moet toch een opluchting voor haar zijn? Ja, weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Voor haar persoonlijk natuurlijk, maar mij maakt het niet uit wie ze erin trapt. Dus we hebben 2-0 gewonnen en ik ben blij dat Vivi er eentje heeft gezet. Maar als iemand anders was geweest, dan waren we net zo blij geweest met z'n allen. Ja, er is verder ook niks over gezegd in de kleedkamer. Nee. Dat is wel een feestje daar, of niet? Nou, een gematigd feestje. Ja, gewoon een gematigd feestje. Even blij. Maar het gaat alweer snel door. En ja, dat is ook wel leuk aan het toernooi. Ja, hoe voelen de beentjes wat dat betreft? Ja, ik ben nu een beetje moe natuurlijk. Maar ja, we gaan gewoon goed behandelen vandaag en morgen. En dan gaat het weer verder. Dus. We gaan het zien. Succes.